Op een mooie zomerdag vraagt Nijntje aan haar vader en moeder of haar vriendin Knorretje mag komen logeren. Ja hoor, zegt moeder. En omdat het zo warm is, mogen jullie in de tent in de tuin slapen. Dat is leuk, zegt Nijntje blij. Zal ik dan samen met jou naar Betje Big rijden om Knorretje op te halen? Vraagt vader. In vaders auto gaan ze op weg naar het huis van Betje. Hallo Betje, zegt vader Pluis. Nijntje wil Knorretje graag uitnodigen om vanavond te komen logeren. Als we even haar spullen inpakken, kan ik haar meteen meenemen. Al gauw rijden ze terug naar Nijntjes huis. De twee meisjes vinden het spannend om in de tent te gaan slapen. Als ze aankomen bij het huis van Nijntje, heeft moeder de tent al opgezet. Het wordt vast leuk, Knorretje, zegt Nijntje. Ik hoop dat je niet bang bent in het donker. Niet als jij bij me bent, Nijntje, zegt Knorretje. 'S Avonds kruipen ze in hun slaapzak in de tent. Het is nu donker. Wat is dat voor geluid? Fluistert Knorretje. Ik ben bang. Dat zijn krekels, zegt Nijntje. Ze chirpen altijd 's nachts. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Wat is dat? Fluistert Knorretje, die nu echt bang is. Dat is de uil. Die zit altijd in onze boom 's nachts, fluistert Nijntje. Daar hoef je ook niet bang voor te zijn. Maar Knorretje is nog steeds bang en ze zegt... Zullen we de tent morgen bij Betje Big in de tuin zetten? Want ik ben niet bang voor de geluiden in haar tuin. De twee kleine vriendinnen kruipen dicht tegen elkaar aan en vallen eindelijk in slaap. Als het weer licht is, staan ze op. Daar komt moeder Pluis met het ontbijt. Hebben jullie lekker geslapen? Vraagt ze. Knorretje was wel een beetje bang voor alle geluiden in onze tuin, moeder, zegt Nijntje. We willen vanavond in de tent in de tuin van Betje slapen. 'S Avonds pakt vader Pluis de tent in en rijdt de twee meisjes naar het huis van Betje. Mogen we de tent vanavond in jouw tuin opzetten? Vraagt vader Pluis. Knorretje zal beter slapen in jouw tuin. En voor Nijntje maakt het niet uit, want die is niet bang voor nieuwe geluiden. Natuurlijk, zegt Betje. Later die avond liggen de twee vriendinnen in de tent in Betjes tuin. Knorretje voelt zich thuis en valt direct in slaap. Maar Nijntje niet. Ze hoort allemaal enge geluiden. Help, fluistert Nijntje. Ik ben bang. Wat is dat voor eng geluid? Wakker worden, Knorretje. Ik hoor een heel raar geluid. Dat heb ik nog nooit gehoord. Knorretje begint te lachen. Dat is mijn tante Betje. Ze snurkt altijd. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Nu moeten ze allebei lachen. Ze lachen totdat ze in slaap vallen. Nijntje, Nijntje, kom erbij. Met jouw vriendjes reuze blij. Snuffy, Knorretje en Boris Beer. Kijk ook Betje is er weer. Lekker buiten iedereen. Niemand blijft alleen. Nijntje, een lief klein konijntje. Nijntje, een pinker konijntje. Nijntje, knuffel konijntje. Nijntje, kijk mee. Het restaurant van Nijntje. Nijntje heeft een hele lieve juf. Iedereen vindt haar lief.
en ze is bijna jarig. Alle kinderen uit de klas willen iets voor de juf gaan maken. Nijntje en haar vriendinnen praten erover op het schoolplein. Zullen we een nieuwe jurk voor haar maken? Stelt Aagje voor. Dat is toch veel te moeilijk, zegt Willemijn. En we weten ook haar maat niet. Waarom geven we geen grote doos met snoep? Ik hou heel veel van snoep, zegt Nina. Maar onze juf houdt veel meer van ijs, zegt Aagje. Iets lekkers is wel een goed idee, zegt Nijntje. Want juf houdt van lekker eten. Zullen we de klas in een restaurant gaan veranderen? Dat is een goed idee, zegt Nina. We spelen dat we kok zijn en ober. Wat gaan we dan koken? Vraagt Willemijn. Wortelsoep is lekker, zegt Nijntje. Mijn moeder helpt ons wel om het te maken. Ze maken nog wat plannen en spreken af wie wat gaat doen. Nijntje en haar moeder gaan aan de slag. Worteltjes snijden en dan de wortels koken. Ze maken een grote pan met heerlijke wortelsoep. De anderen maken schortjes voor de obers en mutsen voor de koks. Ze versieren borden voor in het restaurant. Ze maken een menukaart met mooie tekeningen. En ze gaan het bureau van de juf versieren, net als in een echt restaurant. Eindelijk is het de dag van juf's verjaardag. Iedereen giechelt en fluistert. De juf vraagt zich al af wat er toch aan de hand is in de klas. Dan begint iedereen te zingen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. De juf is verrast. Wat lief dat jullie aan mijn verjaardag gedacht hebben, zegt ze blij. Ze is heel gelukkig. We hebben een speciale verrassing voor je, zegt Nina. Ja, we gaan een feestmaaltijd voor je maken, hier in de klas, zegt Nijntje. Ze leggen een prachtig tafelkleed op het bureau van de juf. Dan een kaarsje en de menukaart. Ze zetten de versierde borden neer, nog een glas water, een mes, een vork en een lepel. Wat spannend, zegt de juf. Het lijkt nu wel een mooi en bijzonder restaurant. Ik vind het erg leuk. Ze kijkt blij om zich heen. Maar ze vindt het niet zo leuk dat iedereen om haar heen staat en naar haar kijkt. Dus zegt ze: ik denk dat ik het nog leuker vind als alle koks en obers ook mee eten. Zullen we alle tafels uit de klas tegen elkaar aanzetten? Dan maken we één grote tafel. Als we samen eten, is het pas echt feest. De juf haalt nog meer kommen en lepels. Nu kunnen ze met z'n allen smullen. Er is genoeg heerlijke wortelsoep voor iedereen. Dit is wel een heel bijzondere verjaardag van de juf. Vandaag krijgt Nijntje op school les over de natuur. De juf zegt: de natuur bestaat uit grote dingen, zoals bomen en bergen. Maar de natuur bestaat ook uit kleine dingen die je overal kunt vinden, zelfs in je eigen tuin. Willen jullie morgen naar school allemaal iets meenemen uit de natuur? Iedereen in de klas is opgewonden en begint met elkaar te praten. Wat zullen ze nu eens meenemen? Als Nijntje thuis komt, ziet ze vader Pluis in de tuin. Vader, zegt ze, we moeten allemaal van de juf voor morgen iets meenemen uit de natuur. Wat zal ik meenemen? Kijk maar goed om je heen, Nijntje, zegt vader Pluis. Want ook alles hier in onze tuin is natuur. Nijntje kijkt en ziet
een prachtige rode appel. Ze ziet vogels in de lucht. En een kleine worm die uit de grond kruipt. Op de grond liggen een paar prachtige stenen. En natuurlijk staan er overal bloemen. Ze weet gewoon niet wat ze moet kiezen. Waarom neem je morgenochtend geen lekkere rode appel mee? Zegt vader. Dan laat je hem eerst in de klas zien en dan eet je hem daarna lekker op. Dat vindt Nijntje een goed idee. Maar net als zij de volgende morgen een appel wil plukken, gaat er een prachtige vlinder precies op haar arm zitten. Dat is het, fluistert Nijntje. Ik ga deze vlinder meenemen naar school. Ze loopt heel langzaam en voorzichtig naar school. Ze is heel rustig om de vlinder niet bang te maken. Goedemorgen, Snuffy, fluistert Nijntje. Je mag wel naast me lopen, maar je moet heel stil zijn, hoor. Snuffy kwispelt blij met haar staart. En blaft even. Nu vliegt de vlinder weg. En Nijntje is erg verdrietig. Iedereen in de klas heeft iets meegebracht. Nina heeft een leeg vogelnestje meegenomen. En Willemijn mooi gekleurde bladeren. En Aagje heeft een prachtige steen. Ze hebben allemaal iets uit de natuur. En Nijntje? Nijntje heeft niets. Plotseling hoort ze Snuffy blaffen. Die staat nog buiten voor de school. En Nijntje krijgt een goed idee. Ze steekt haar hand omhoog. Juf, zegt ze. Ik heb ook iets meegenomen uit de natuur. Maar ik weet niet zeker of ik haar mee naar binnen mag nemen. Haar? Vraagt juf. Heb je een vriendin buiten staan? Ja, zegt Nijntje. Het is Snuffy. Want een hondje is toch ook een deel van de natuur? Iedereen lacht. Ook de juf. Ja, Nijntje, lacht ze. Je hebt gelijk. Snuffy is een mooi hondje en ze is ook een belangrijk deel van de natuur. Laat haar maar gauw binnen. Op een dag wordt Nijntje wakker gemaakt door haar moeder. En die fluistert. Nijntje, opstaan. Vandaag is vader jarig. Zullen we samen een chocoladetaart voor hem bakken? Ja, dat is leuk, zegt Nijntje. Vader is dol op chocoladetaart. En ik ook. Ik ga meehelpen. Mag ik dan ook de lepel aflikken? Ja hoor, Nijntje, zegt moeder. Ik heb alleen geen chocola meer in huis. En ook niet genoeg boter en meel. Wil jij naar Tante Trein gaan? Misschien kunnen we van haar wat lenen. Natuurlijk, moeder. Tante Trein bakt altijd taarten. Ze heeft die spullen zeker in huis. Moeder Pluis geeft Nijntje een mandje en zegt... Zal ik het voor je op een lijstje schrijven? Nee hoor, ik kan het wel onthouden. Chocola, boter en... Meel, zegt Nijntjes moeder. Ja, meel, zegt Nijntje. Dat wilde ik net zeggen. Goed, Nijntje, ga maar, zegt moeder Pluis. Maar onthoud, zonder meel kan je geen taart maken. Nijntje neemt het mandje en zegt hardop. Chocola, boter, meel. Chocola, boter, meel. Onderweg komt ze Betje Bicht tegen, die ook een mand bij zich heeft. Dag Nijntje, zegt Betje. Waar ga je naartoe? Chocola, boter, meel,
zegt Nijntje. Je probeert je boodschappen te onthouden, zegt Betje. Ik ook. Ik ben onderweg naar de winkel. Ik moet onthouden dat ik vanille, room en meel koop. En ik ben onderweg naar Tante Trein. Ik moet chocola, room en meel halen, zegt Nijntje. Wat goed dat je alles nog onthouden hebt, zegt Betje. Vanille, room, meel. Vanille, room, meel. Vanille, room, meel. Dan ziet Nijntje Barbara Beer. Goedemorgen, Nijntje, zegt Barbara. Ik heb net boodschappen gedaan. En ik heb aardappelen, melk en suiker gekocht. Dat is grappig, zegt Nijntje. Ik ben onderweg naar Tante Trein om vanille, room en suiker te lenen. Vanille, room, suiker. Vanille, room, suiker. Vanille, room en suiker. Vanille, room, suiker. Dankjewel, Tante Trein, zegt Nijntje. Alsjeblieft, moeder, zegt Nijntje. Hier is de vanille, de room en de suiker. Zie je wel, ik heb alles onthouden. Nijntjes moeder lacht. Weet je zeker dat je het goed hebt onthouden? Waar is de chocola? En de boter? En waar is het meel? Oh, zegt Nijntje. Wat erg. Ik was helemaal in de war. Nu kunnen we geen chocoladetaart maken voor vaders verjaardag. Het geeft niet, Nijntje, zegt moeder. Met vanille, room en suiker kunnen we heerlijk vanille-ijs maken. 'S Avonds aan tafel is het feest en vader Pluis zegt blij. Dit vanille-ijs is heerlijk. Wat een goed idee. Moeder knipoogt naar Nijntje en samen smullen ze van het verjaardagsijs. Het is herfst en Nijntje is op weg naar Boris en Barbara. Onderweg ziet ze prachtige gele, bruine en rode blaadjes. Wat mooi, denkt Nijntje. Ik ga er een paar in een lijstje doen om op te hangen. Ze zoekt een paar hele mooie blaadjes uit. Als ze bij Boris en Barbara aankomt, heeft ze een heel mandje vol. Dag Boris. Dag Barbara. Kijk eens wat ik heb. Mooie herfstblaadjes in allerlei kleuren. Ze legt de blaadjes voorzichtig op de tafel. Wil je mij helpen om lijstjes te maken hiervoor, Boris? Ja, natuurlijk, Nijntje, zegt Boris. Dan zijn het leuke cadeautjes. Ze gaan naar de werkplaats en zoeken mooi hout uit voor de lijstjes. Maar terwijl ze daar aan het werk zijn, blaast de wind een paar blaadjes weg. Oh, zegt Nijntje, waar zijn al mijn blaadjes gebleven? Dat is vreemd, zegt Barbara. Maar kijk, Nijntje, we hebben gelukkig nog 6 blaadjes over. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is nog genoeg, zegt Barbara. Maar terwijl ze de lijstjes afmaken, vliegt er een vogel naar binnen die nog een blaadje meeneemt. Kijk eens, zegt Barbara. We hadden nog 6 blaadjes over en nu hebben we er nog maar 5. Boris doet snel het raam dicht. We willen niet nog meer blaadjes verliezen. Ik heb 5 mooie lijstjes gemaakt, dus we hebben 5 blaadjes nodig. Gelukkig, zegt Nijntje. Dan hebben we precies genoeg. Ze doen de 5 blaadjes in de 5 lijstjes. Wat mooi, zegt Nijntje.
Jullie krijgen er als eerste een. Dank je wel, Nijntje, zegt Boris. En hij hangt het lijstje aan de muur. Nu heb je nog 4 cadeautjes over. Nijntje stopt de 4 ingelijste blaadjes in een tas en loopt naar huis. Onderweg komt ze Betje Bicht tegen. Dag Nijntje, zegt Betje. Wat heb je bij je? Herfstcadeautjes, zegt Nijntje. Ik had mooie herfstblaadjes gevonden en Boris heeft er 5 lijstjes voor gemaakt. 1 heb ik aan Boris en Barbara gegeven, dus nu heb ik er nog 4 over. Wil jij er ook een hebben? Ja, graag, zegt Betje. Mag ik een rode? Natuurlijk, zegt Nijntje. Als jij deze neemt, heb ik er nog 3 over. Dank je wel, Nijntje, zegt Betje. Ik vind hem prachtig. Als Nijntje thuis komt, zegt ze... Kijk, moeder. Kijk, vader. Ik had een paar mooie blaadjes gevonden... en toen heeft Boris er lijstjes voor gemaakt. Jullie krijgen van mij allebei een herfstcadeautje. Vader en moeder zijn er erg blij mee en ze hangen de lijstjes meteen op. Nu heeft Nijntje nog 1 lijstje over. Die ga ik op een hele speciale plek ophangen, zegt Nijntje.